Goedemorgen, ik ben Gert Jacobs, oud profielrenner en deelnemer natuurlijk van de Amstel Cold Race. Tip 1 van mij is, begin rustig. Want vaak beginnen we veel te snel en dan zijn we bovenop de eerste heuvel, zijn we helemaal verzuurd, komen we de dag niet goed door. Als je rustig begint, dan met twee vingers in de neus haal je de finish. Tip 2 is dat je van tevoren altijd je materiaal moet controleren, want je weet natuurlijk nooit. Hebben we zo'n stralende dag als vandaag of regent het? Dus goed je fiets controleren en dan kun je in ieder geval veilig van start gaan. Tip 3 is voeding. Vaak denken we dat we op de dag zelf heel veel gelletjes en allerlei isotone doslessers moeten nemen. Maar neem gewoon voeding waarmee je altijd traint en waarmee je gewend bent om te fietsen. Dan kom je de dag wel goed door en kijk goed op de verpakking. Want een gelletje moet je altijd nemen met water en niet op een andere manier. Want anders gaat het helemaal verkeerd. Tip 4 is natuurlijk veiligheid. De weg is niet afgezet, want we zijn bezig met een toertocht. Als we in de afdaling naar beneden gaan, doe niet passeren. Want ga je de bocht om en je waait een beetje breed naar buiten, dan kan er zomaar een auto tegemoet komen en dan kun je geen kant meer op. Dus eigen tempo naar boven en zeer bewust en langzaamaan naar beneden. Want veiligheid, dat gaat boven alles. Tip 5 is natuurlijk de voorbereiding. Als je geen heuvels in de buurt hebt, dan is het lastig om een keer heuvel op te fietsen. Heb je dat wel, dan moet je dat vooral doen. Maar wat veel belangrijker is, dat je zorgt dat de basisconditie in orde is. Als de basis goed is, kun je in je eigen tempo naar boven fietsen en kom je zeer plezierig aan de finish. Ja, en als we dan klaar zijn met de Amstel Cold Race, dan komen we over de finish, dan worden we gehuldigd, dan krijgen we een medaille om. Fantastische ronde missen, ja, dat is al de eerste basis voor het herstel. Dan zijn er ook nog masseurs die lekker je beentjes los masseren. En als je daar even langs gaat, ja, dan ga je ook met een smile on the face weer op weg naar huis.